Yo guys, welkom weer bij een gloednieuwe video over hoe maak je een Discord server. In het vorige deel heb ik jullie de kanalen 6 rollen gedaan. Heb je die nog niet gezien, klik dan links of rechts, voor jullie rechtsboven en voor mij dus ook rechtsboven. Het link, het i'tje waar die dan in zal gaan staan. En vandaag gaan we dus bot developing doen met andere woorden. We gaan een Mesos en ProBot instellen. Ticket tool misschien, we gaan een eigen Discord bot maken en dat nog meer, dat allemaal na de intro. Oké, nou, ten eerste, je moet natuurlijk bijna naar Google en dan klik je gewoon Mesos in, Mesos. En dat is gewoon, en dan moet je de bovenste pakken, de Discord bot en dergelijke. Heel even wachten, dan klik je gewoon op je profieltje en dan mijn servers. Het kan zijn dat je moet inloggen, maar dat maakt op zich niks uit. Oké. Dan moet hij wel je server pakken. Moet je wel je server kunnen vinden, maar goed. Voeg toe aan Discord. Top. Oké, Mesos kan op dit moment niet in. Maar Mesos kan je ervoor zorgen dat er zeg maar dingen komen zoals de dinges. Maar op dit moment kan hij dat niet vinden. Dus we moeten even direct door naar ProBot. En dat is gewoon ProBot.io. En dat is best wel easy. Gewoon dashboard. Klik. Sorry. Op de server logotje. Ervan blijf in Discord, oké. Dan zo voeg je hem zeg maar nog toe aan je server. En dan pakt hij hem weer automatisch. Dan moet je doorgaan. Ik heb geen idee of jullie dat zien, maar goed. Zien jullie vanzelf wel. Ik ben geen robot, komt er langs. We gaan wel zo meteen wel ook nog eventjes checken op de bot en dergelijke. Nou, in principe wat je hier dus nu hebt, zeg maar, is gewoon dinges. Je hebt zeg maar automod en dan kan je zeg maar bijvoorbeeld spam, delete message. Aan het begin ben ik nog wel easy, dan gooi ik hier zo alles op delete message. En in mijn eigen server, in mijn hoofdserver heb ik zeg maar ook bepaalde dingen, omdat je een warn krijgt en bepaalde dingen ook volgens mij mute. Dus even kijken, welkomstbericht, stuur een bericht, dat is een soort ding. Yes, en dat moet natuurlijk op de welcome, dus dat verzenden als DM. En natuurlijk ook een afbeeldingje en dergelijke. Dan kan je ook samen zijn met een eigen afbeeldingje, maar dat doe ik nu eventjes niet. Dus eventjes heel gauw wijzigingen opslaan, dat moet je natuurlijk ook doen. Leveling systeem kan je gewoon aanhouden en dus dat. Dus even kijken, je kan stammen. En dat is zeg maar om te zorgen dat je logs krijgt en dergelijke. Dat is voor het logs channel. Dus dan moet je zeg maar dingen, moet je de logs channel gaan selecteren. Logs. Daarom moet je nog los. Ik wil happy. Zeg maar, even zo. Logs. Daar moet je ze daarna nog eens allemaal aanzetten. Maar goed, het is wel wat aan werk dat je nodig hebt. En dergelijke. Kijk je dit niet via je telefoon, maar via een ander iets. En je wilt alvast zeg maar de app voor de custom bot. Dat is bot designer voor Discord in de Google Play Store. Ik weet niet of het op de Apple Store ook is. Maar goed. En dergelijke. Logs. Logs, daar moet je natuurlijk inschakelen allemaal. Ben je vaak wel even een tijdje mee bezig. Zoals hier ben ik nu een paar minuutjes bezig om eventjes logs te fixen. Inschakelen. En dan wijzigingen opslaan. En dan heb je dat eigenlijk al. En dan autorollen wil je natuurlijk ook. En dat gooi je gewoon op subscribers. Of hoe je de normale rol hebt ingevuld. En tadaa. En daar heb je het nu al.
probeert, dan moet je natuurlijk hem nogal even snel in de Discord server eventjes de goede rollen geven van probeert. En dergelijke op de bots, eventjes een botsrol. Meer heeft hij eigenlijk niet nodig. Oké, wat we nu gewoon weer gaan doen is eventjes de Mises eventjes proberen te fixen. Dus kijken of die nou wel zin heeft. Want anders gaan we gewoon eventjes ticket tool nemen in die plaats. En dergelijke. Zo. Server. Ja. Hier, mijn server staat er nu dikker wel bij. Dus stel Mises in. Dan krijg je natuurlijk hetzelfde zowat, ongeveer hetzelfde zwaar als bij ProBot. Maar goed, het is allemaal heel easy om bots toe te voegen en dergelijke. Het is niet zo heel achterlastig om dat allemaal toe te voegen. Ik ben geen robot en dergelijke. Het lijkt me logisch. Verkeerslichten. Soms heb je zo'n ding dus dat zeg maar iets moet invullen, soms gebruik je hem direct. Maar goed, en nu als het goed is, is hij nu al klaar en dergelijke. Dan moet je natuurlijk ook wel weer de botsrol toegeven. En dergelijke. Oké, en dan wil je natuurlijk dat hij zeg maar een melding geeft als je een video uploadt. Dus dan klik je gewoon lekker op YouTube. Weer in inschakelen. En dan ga je hier zo gewoon je kanaal opzoeken. Kan je hem nou niet vinden? Wat je dan kan doen is het IP van eigenlijk het linkje van je kanaal pakken. Eigenlijk. Meldingen heb je gemaakt voor de meldingen van je video's. Dus je kan hem ook een nieuw video voor daarvan doen. Oké, plugins, levels natuurlijk. Gewoon aanzetten op welkomst. Dit is ook altijd super duper leuk. Ook in DM. Als je in principe bij M6 al hebt ingezakt, dus als je M6 eerst doet en dergelijke. M6, daarna kan je, kan je in principe gewoon de dingen ook nog eens toevoegen. Dus dat. En dergelijke. Verder kan je ook muziek en reactierollen, timers, moderator. Dat zal ik wel inschakelen. Ik weet niet precies, maar je kan moderator toevoegen. Rollen toevoegen en dergelijke. Nooit de normale rol en login channel hoef je niet allemaal in te vullen. En dan heb je verder in principe M6 ingevuld. Wat we dan nu gaan doen is naar www.google weer. En gaan we ticket tool toevoegen. En dergelijke ticket tool Discord bot. Je kan heel easy vinden ticket tool en dergelijke. Zo kan je ervoor zorgen dat mensen een ticket aan kunnen maken. Ervoor en dergelijke. En zo. En je bent heel veel bezig. Maar dadelijk gaan we over tot mijn mobiel. Maar eerst gaan we eventjes manage servers. Hopen dat Rijnmond 2 erbij zit. En anders gaan we direct door. Oké. Rally de man. Rally 2 staat er niet bij. Dus een ticket toe. Voeg ik later wel toe. En dus nu gaan we eerst naar www.discord.com/developers. Staat hier onder of boven. Ergens op het scherm heb ik het gezet. En dergelijke. En dan heb je in principe waar je je bots hebt. En dan moet je een application. Je applications. Ik heb bepaalde wat mij niks boeit of whatever. Gewoon. Sommige heb ik voor jullie eventjes geblurred. Maar dat maakt op zich niet uit. Volgens mij alles. En dergelijke. En gewoon Rally de man 2 in dit geval. Of de naam van je bot. En dan klik je op create. En heb je eigenlijk een application. En dat zorgt ervoor dat je het bot kan draaien ook. Nou, eens even kijken. Dan moet je natuurlijk. Afbeelding, dat zien jullie niet. Maar ik wel. Hier, logootje. En dan klik je op bot. Oh, moet je hem even save. Even wachten. En daarna ga je naar bot. En dan ga je add bot. Yes, do it. Wat je dan moet doen, is eigenlijk ben je nu al eigenlijk klaar met je bot. En wat je kan doen, is nu je telefoon erbij pakken. Want op je telefoon, moet ik eventjes scherm shit afzetten. Dus dat. Ik heb mijn scherm nu niet meer nodig om zeg maar dingen te doen. Dus daarom klik ik nu. Zo, even kijken. Ik ga het even aanzetten. Waar de heck staat dat? Je ziet mij nu in één keer anders of whatever. Maar goed, dus even kijken hoor.
Waar staat het? Kijk hoor. Schermopname. Waar de heck staat schermopname? Waarom staat die nergens? Waarom heeft mijn telefoon geen schermopname? Ga je toch niet mee dat mijn scherm geen schermopname heb? Eens even kijken. Dat ga ik niet menen. Ik ga het niet menen dat hij geen schermopname heeft. Knop volgorde. Nou. Wat ik dus ga doen. Oké, maakt niks uit. Maar wat je ook kan doen is zeg maar het via je dingen. Dus ik gooi hier weer de opnames aan. Maar goed, vanaf je desktop kan dat ook. Ga ik heel even snel het linkje van opzoeken. Want ik weet dat ik hier ergens neer heb gezet. Maar goed, even kijken. Volgens mij zien jullie mijn Discord op dit moment even niet. Dus even kijken. See you only. Want het kan wel ook via dinges en dergelijke. Ja, waar staat die? Ah ja. Het linkje zal ook wel ergens staan of zo, geen idee. Enter. Webdesigner. Maar wat je dus ook moet doen is zeg maar bij je bot dingen is de token kopiëren. Dus je moet de bot token gaan kopiëren. Die moet je geheim houden, dus zodra ik hem invul, zal er dus zullen jullie die code geblurred zien. Dus dat ik eigenlijk kunnen jullie dan niet zien. Maar het nieuwe bot, bot name, gewoon Rijman 2. Your bot token, Ctrl V. Die twee aanklikken. En dan klik je op Create Bot. En dan heb je hier zo eigenlijk een soort van eigen bot ook gecreëerd. Wat je dan ook nog eens even snel kan doen is hem zeg maar hier zo via out 2, zeg maar bot. Kan je zeg maar hier zo ook even kopiëren en alvast in je server zetten. Want dus dat. Enter. Selecteer een server, Rijnmond 2 en doorgaan. Autoriseren. Het is de bedoeling dat de bots altijd alle machtigingen hebben. Het maakt niet uit dat als het maar alle machtigingen hebben. Dus dat. Oké. En dan zit die bot eigenlijk er ook in. Dan kan je nog een rol toevoegen voor custom bot, maar dat zien jullie eigenlijk pas dinges. Je bot zal ten eerste gewoon nog offline staan. Maar goed, dan ben je hier weer. Wat je dan gaat doen, navigation. Status, dat zorgt voor wat er allemaal staat. Er. Enable bot presence, add new. En dan zeg maar watching. Rij. De man. En gewoon Riley. De man. Save. En dan weer add new. En dan heb je listening. En even kijken wat voor prefix gaan we doen. Weet je wat, wij gaan gewoon lekker voor de grap. Met de punt help. Dus dan ga ik gewoon hier zo punt help invoegen. Save. Nu, elke 12 seconden verandert die zeg maar van status iets. Dus je zal allebei dus zien. Bot comments. Het bot kent nog niks. Dus wat we gaan doen is even een simpele punt help maken. Punt help. En gewoon de help. En gaan we een server doen. En dus wat we dan doen is DM. Enter. No mention. Dat dus.
dimension, inderdaad. En dan heb je title. Help. Description. Dat is de bedoeling dat je altijd description doet. Dus niet description, maar description. Anders krijg je een error. Bij die comment. Description. Oké. Hey. Weer dat dolle tekentje. Username. You get comments in DM. Oh, dus dan hoeven we geen DM, want het is de server trouwens. In DM. Enter. Footer. Dinges. Hier typ je gewoon heel simpel. 2. Comment used by username. En dan heb ik altijd mijn copyright staan. En dan kies je natuurlijk color. Let op, je hebt wel de bepaald soort code nodig, want anders werkt de kleur niet. Je hebt de hexacode van de kleur die jij wil nodig. Heb je die niet, en voor je de normale dingen, krijg je een error bij dit. In principe heb je nu een kan je help. Alleen moet je natuurlijk ook voor de comments. Dus dan doe je help DM. Dan doe je natuurlijk weer punt help. Dit keer is het wel DM. Dinges. Title. Oh wacht, no mention trouwens. No mention. Title. Comments. En daarna weer description. En dan heb je natuurlijk there no comments available. Nou, kan het in alle tijden veranderen. En natuurlijk weer de footer. Helemaal hetzelfde hoe je het net had. Comment used by username. Dat dus. En dan heb je natuurlijk ook gewoon weer mijn copyright. Jullie hoeven niet mijn copyright te doen, by the way. Dat doe ik op mijn bots. Maar dat hoeven jullie dus niet ook op jullie bot te doen. Jullie mogen het in je eigen copyright of whatever. Alles kan je in de voeten zetten. Dus dat houdt alsjeblieft gewoon wel netjes. Want, dus dat, color. Hashtag. FF0000. Oké. Okay. En dan heb je eigenlijk een help. En wat ik dus nu ga doen, is ik schakel jullie nu over naar mijn Discord om de comments eventjes te testen. Moet ik eventjes de bot even online zetten ook. Dat kan gewoon heel simpel via je telefoon even een ding. En even een advertentie te kijken. Maar goed, een dergelijke. En elke advertentie is anderhalf uur. Dus ga ik even overschakelen tot 10. Reviver. NSG. Scherm en dergelijke. Ja. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Nu ben je natuurlijk in de Discord. En dan heb je natuurlijk Rijnmond2.help. Dus dat. Dan ga je natuurlijk even naar comments om te checken of het allemaal wel werkt. Dus punt help. Enter. Zie je, help. Hey, ga je doen, man. Punt official. You get the comments in DM. En dan ga ik naar de DM. Comments. There are no comments available now. Beste mensen, dit was in principe het einde van de video. Wil je bepaalde scripts van bepaalde comments, kan je mij natuurlijk een DM sturen op Discord.
Het linkje staat in de beschrijving. Volgende keer ga ik jullie leden leren werven. Maar dat is pas over heel lang. En dergelijke. Deze is minimaal een maand van tevoren opgenomen. Vonden jullie deze video super duper leuk? Laat vooral een like achter. Deel deze video met al je vrienden. Klik op de rode abonneer. En natuurlijk ook op het belletje zodat je nooit meer een video I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My